Goedendag, welkom bij deze korte Sportclub Rijnmond. Met het Paralympisch weekend in Rotterdam, het cricketkampioenschap van Excelsior 20 en om te beginnen een gesprek met Feyenoord-aanwinst Wesley Verhoek. Feyenoord is tegenwoordig hofleverancier van Oranje en dus wordt er deze dagen rondom de twee interlands met een sterk uitgedunde selectie getraind. De nieuwelingen Pelle en Verhoek zijn er wel bij. Met name Wesley Verhoek loopt met een grote glimlach op het gezicht. Hij lijkt zijn voetbalgeluk weer te hebben teruggevonden na een vervelende periode bij FC Twente. Ik heb een kutperiode gehad, ja. Ja, ik heb gewoon een kutjaar gehad. Ik ben wel realist die dat zeker bij jezelf moet zoeken. En dat lag ook aan mij. Ik vond het eerder sneller best. En terwijl dat eigenlijk helemaal niet in mijn karakter zit. En dat is een beetje ingeslopen, waardoor het denk ik niet is gelukt daar. Wat ik zeg, het lijkt wel of het hier wegvalt en dat ik het weer helemaal terug heb. Het lijkt gewoon of er iets van me afgevallen is. Ik train gewoon heel vrij en ik hoop gewoon weer mijn oude niveau te halen. Maar ik denk dat ik hier wel meer pas dan bij mijn vorige club. Ik weet niet, misschien heeft het toch een beetje te maken met de cultuur, dat ze het type spelers mij hier graag zien. Het is hier toch wel allemaal wat directer. En daar voel ik me toch wel prettiger bij. Kijk, en ik wil het gewoon weten, als ik het niet goed doe, dat ik gelijk op mijn flikker krijg. En dan weet je precies waar je staat. En soms werd er wel eens omheen gedraaid. En dat vind ik jammer. Ja, ik kijk er ook heel erg naar uit om gewoon hier te schitteren bij Feyenoord. En, ten eerste door alles te geven dat ze me daarop sowieso niet kunnen pakken. En daarna gewoon heel erg belangrijk zijn voor het team met doelpunten en assisten. Het is niet arrogant om voor jezelf te zeggen dat je een goede voorzitter hebt. En die heb ik ook. Ja, kijk, je moet niet alleen het vertrouwen hebben van de trainer of van de hele staf. Maar je moet het ook het vertrouwen voelen van de groep. En ik voel dat ik hier goed binnen ben gekomen en dat de jongens het gevoel geven dat ze mij nodig hebben. En daar ben ik heel blij om. Gisteren eerst met Tament gesproken, want ja, dat is natuurlijk zelf pure buitenspeler geweest. Wat kun je beter doen? Kun je beter eerst met links aannemen? Kun je beter eerst met rechts aannemen? Ja, dan heb je het weer over die details waar je het dan over hebt. Ja, en daarna gaan we afwerken recht voor de goal. Ja, en dan hebben ze hier een specialist lopen als trainer. En dat zag ik gisteren ook. Hij krult er zelf ook nog makkelijk in. Ik heb hier met volle verstand heb ik hier 4 jaar getekend. En ik wil bouwen aan iets moois hier bij Feyenoord. Ze hebben hier vorig jaar, ondanks alle problemen die ze de afgelopen jaren hebben gehad, hebben ze een fantastische weg ingeslagen. Ja, en met die weg wil ik gewoon omhoog. En ik wil hier zo lang mogelijk blijven schitteren. Twente is een topclub in wording. Het Feyenoord is het al. Goeie kop, hè, deze jongen. Terwijl in Londen de Paralympische Spelen werden afgesloten, was het in Rotterdam Paralympisch weekend. Op verschillende plekken in de stad konden mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap meedoen aan onder meer rolstoel, rugby, zeilen en rolstoel basketbal. Allemaal met als doel meer gehandicapten aan het sporten te krijgen. Het Paralympisch weekend werd zaterdag geopend in de Alexanderhal. Daar wordt door Rotterdam Basketbal wekelijks met een groep verstandelijk gehandicapten gesport. In het Paralympisch weekend kan onder meer gerolstoelbasketbald worden. En ook sportwethouder Antoinette Laan waagt een poging. Als je het op televisie ziet, ziet het er eenvoudig uit. Maar het kost ontzettend veel kracht en manoeuvreerbewegingen. En de basket hangt echt heel erg hoog. Maar het is geweldig om mee te maken en des te meer respect voor wat deze mensen doen. Ja. We zagen u ook fanatiek proberen om de bal in de basket te krijgen. Het lukte niet. Nee, het lukte niet, maar geef me de kans om nog wat meer te oefenen. En ik beloof je, het gaat een keer lukken.
Het weekend werd georganiseerd door Rotterdam Sport op Maat. Die organisatie stimuleert Rotterdammers met een beperking om te gaan sporten. En dat is nodig. Ja, sport met een beperking is ontzettend belangrijk om onder de aandacht te brengen. We hebben een potentieel van 60.000 mensen in Rotterdam die zouden kunnen sporten, ook met een beperking. Het kan ook in Rotterdam. Rotterdam staat ook als stad voor dat iedereen zou moeten kunnen sporten. En het is voor deze mensen ook vaak een kans om naar buiten te gaan en hun horizon weer te verbreden. En daarnaast is sport ontzettend leuk. Het is toch wel moeilijker voor mensen met een handicap om te sporten. En dan is dit gewoon ideaal dat dat bestaat. Vind je het ook belangrijk om te laten zien van, nou, we kunnen dan misschien wel een handicap hebben, maar kijk eens wat wij kunnen. Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Vind je dat daar nog te weinig aandacht voor is in Nederland? Zeker. Ik merk het ook bij mij met mijn werk. Ik werk namelijk in het theater en met mensen met een verstandelijke beperking. En dat merken we gewoon wel inderdaad, dat hier in Nederland toch best wel een probleem is. De cricketers van Excelsior 20 moesten dit seizoen van heel ver komen om de finale van de play-offs te halen. Zaterdag moest de beslissing vallen in Amsterdam tegen het favoriet geachte Dosti. De Schiedammers speelden uitstekend cricket, versloegen Dosti met 102 runs en werden zo landskampioen. Excelsior 20 begint de finale met betten. Uitgerekend veteraan Luc van Troost blijkt op dreef zoals hier te zien is. Hij maakt 33 runs en gaat niet uit. Uitblinker is Brad Hampton, de Nieuw-Zeelander in Schiedamse dienst. Hij maakt 39 runs. Na 50 overs heeft Excelsior een prima totaal van 205 runs. Toch heerst er twijfel of het genoeg zal zijn tegen Dosti, dat favoriet is voor de titel en er altijd flink op losscoort. Maar Dosti treedt aan zonder coach en sterspeler Wiese. En de druk wordt de Amsterdammers te veel. De wickets vallen makkelijk. Marcel Schewe vangt alles wat voor zijn ogen verschijnt. En natuurlijk bolt Luc van Troost, de man die tot de play-offs maar matig op dreef was, het laatste wicket. Excelsior 20 is landskampioen. Het is ongelooflijk. Ja, het is een droom die waarheid wordt. Dit had natuurlijk niemand voorspeld na een paar wedstrijden. Weet je, we hebben dit seizoen echt slecht cricket gespeeld. Echt door een miracle zijn we toch nog vierde geëindigd. Als je vierde eindigt, heb je een kans in deze competitie. En de laatste drie wedstrijden hebben we echt heel goed cricket gespeeld. Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. Het was zeker niet het beste seizoen. Als je kijkt, 3 jaar geleden, toen hebben we zo goed als heel de competitie aan de kop meegedraaid. En sloten we af met het kampioenschap. En dit jaar kom je net de play-offs in. Met 1 puntje voor op HCC en Hermes. En als je dan de laatste 3 wedstrijden, nou ja, eigenlijk toch wel een soort van totaal cricket speelt. Dat we alles bij elkaar krijgen. En dan hier een finale halen en winnen is fantastisch. En zo is het een uniek seizoen voor Excelsior 20. Uniek zelfs voor heel de topklasse. En dit is voor het eerst dat een nummer 4 kampioen wordt. Dus ja, je kan wel een beetje spreken van een mirakel hier. We hebben ook ervaring natuurlijk en ja, dat scheelt ook wel. Dus ja, zo is het allemaal goed gekomen. Ervaring, misschien was dat wel de sleutel tot de landstitel. Want met Marcel Schewe en Luc van Troost heeft Excelsior spelers in huis die alles al een keer hebben meegemaakt. Beide cricketers blonken uit in de finale. Vooral Marcel Schewe, wat hij dit jaar weer gepresteerd heeft achter de stumps, blijft heel speciaal. En Luc van Troost dus. Een fenomeen in het Nederlandse cricket. Hij bolde 2 wickets en maakte 33 runs not-out. Ongekend voor iemand van zijn leeftijd. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. 42 jaar. Ja, goeiedag. Ik heb een slecht seizoen gehad. Maar vandaag maakt alles goed. Vandaag lekker gespeeld. En ja, het zit er nog wel in. Luc van Troost, die, ik weet niet of het zijn laatste seizoen is. Het is altijd maar weer even afwachten. Maar als hij dan de laatste pakt en zo belangrijk is geweest in de finale. Ik gun het hem verschrikkelijk. Het is onbetaalbaar. Ik denk dat Excelsior een van de grootste spelers in de Nederlandse geschiedenis heeft. En iemand met zoveel ervaring weet natuurlijk ook precies waar hij moet staan als de champagne wordt uitgedeeld. En dus zou je zeggen dat Excelsior ook volgend seizoen nog van zijn diensten gebruik zou kunnen maken? Nee, ik ga de winter goed over nadenken of ik nog een jaartje eraan vastprik. Dit jaar hebben jongens ook bewezen dat ze prima zonder mij verder kunnen. Dus, weet je... Nou, niet in de finale hoor. Nou, de finale kan ik nog iets brengen inderdaad. Ja. Ja. Dus nou, wie weet. Dit is alweer het einde van deze Sportclub Rijnmond. Aanstaande vrijdag zien we elkaar terug in FC Rijnmond. Feyenoord-watcher Martijn Krabbedam van Voetbal International is dan onze gast. En in de zondagavond FC Rijnmond, vanaf 19:45, ontvangen we Sparta-directeur Wiljan Vloed. Nu maken we plaats voor ons dagelijkse programma over het Europees kampioenschap honkbal. Dus blijf vooral lekker zitten. Bedankt voor het kijken. Dag.